Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Wij hebben deze uitzending Radio Oranje genoemd. En onder deze naam zal voortaan ons Nederlands kwartier van Nederlanders voor Nederlanders worden aangekondigd. Onder Oranje is iedere strijd voor de vrijheid van ons vaderland gestreden. Het is dinsdag 28 maart 1944 als minister Bolkestein voor Radio Oranje spreekt en vanuit Londen aan Nederlanders vraagt belangrijke documenten te bewaren. Zoals een dagboek. Tussen de luisteraars in het bezette Nederland veert bij deze woorden een jong meisje op. Al 2 jaar houdt zij een dagboek bij waarin zij al haar hartsgeheimen deelt, maar ook beschrijft hoe haar leven eruit ziet. Haar leven als onderduikster. De titel heeft ze al. Het achterhuis. Het dagboek van Anne Frank geeft de Tweede Wereldoorlog in Nederland een gezicht en onderduikers een stem. Ik was 12 toen ik haar dagboek las en ik leerde zo voor het eerst echt over jodenvervolging. Het was niet langer een hoofdstuk uit mijn geschiedenisboek. Ik zag opeens de gruwelijke werkelijkheid van de Holocaust door de ogen van een leeftijdsgenoot. Maar wat als je geen dagboek hebt geschreven? Als niemand je naam in noemt. Als je dreigt om alleen een nummer te worden. Zo iemand als Duifje Draai. Een jonge vrouw uit Den Bosch. En als de oorlog uitbreekt, net 19 jaar. Ze staat aan het begin van haar leven. Maar binnen enkele jaren wordt dat abrupt beëindigd. En nu kent niemand haar meer. En naar haar ga ik op zoek. Samen met Puk Smits. Een jonge vrouw, net 20 nu, ook geboren in Den Bosch en net zo nieuwsgierig naar deze Duifje als ik. Onze zoektocht naar haar levensverhaal voert ons langs uiteenlopende personen en verschillende plekken over de hele wereld. Van Den Bosch naar Israël tot Australië. En deze podcast is een uitgestoken hand naar jou. Ga met ons mee. Ga met ons mee en ontmoet Duifje Draai. En noem haar naam. Dit is deel 1 van de tweedelige podcastserie Een jaarwoord voor 3 maanden. Een productie van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in 's-Hertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven. Op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Harry-Lou Nillessen. Midden in het centrum van Den Bosch wordt op donderdag 21 mei 1920 Duifje Draai geboren. Aan de Koningsweg nummer 52. Ze is de dochter van Godschalk Draai uit Haarlem en Marianne Filippina Leviticus uit Vierlingsbeek. Godschalk en Marianne zijn 1 jaar eerder in Hengelo getrouwd en ik heb geen idee waarom dit jongenstel in Den Bosch belandt. Maar de Koningsweg, hun huis in 's-Hertogenbosch, is een mooi begin van onze zoektocht. Op zoek naar de vroegste sporen van Duifje Draai. En dan is het hier naar rechts, hè? Ja. Nou, want jij dacht dat hij ook zo kon? Niet? Samen met Puk, mijn 20-jarige nichtje, loop ik op een zonnige dag deze zomer op de Koningsweg. Wonen zij ook in zo'n mooi huis, die vrienden van jou, of niet? De statige huizen en stadsvilla's zijn sinds de tijd van Duifje niet veranderd, maar de drukte op straat is behoorlijk toegenomen. In de tijd van Duifje woonden hier veel Joodse mensen. En dat lezen we in het boek van Max Kahen, een Joodse bossenaar die de oorlog overleeft en jaren later zijn oude wijk beschrijft, met haar inwoners. En hij begint op de Koningsweg.
We beginnen op de Koningsweg, waar tot op heden weinig is veranderd. In de eerste woning die we tegenkomen, links op de Koningsweg 89, woonde Albert Sleischringer. Sleischringer, vrijgezel, was de zoon van een voornaam advocaat en verscheen altijd op de fiets. En zo gaat Cahen verder. En hij beschrijft, in zijn eigen woorden, een wandeling langs de woningen van de Joden uit mijn jeugd. Een tijd waarin zijn stadsgenoten nog niet zijn opgesplitst in wegkijkers, meelopers of helden. En Cahen geeft letterlijk van bijna elke Joodse Bosnaar een saillante beschrijving. Maar ik zie eigenlijk niks over nummer 52. Nee, want die slaat hij over. Oh. Jammer, hè? Dat is heel jammer. Ja. Ja, dat was wel erg leuk geweest. Ja, ik weet ook niet de reden daarvan, maar ja, die staat niet klaar. Dus gaan we zelf op onderzoek naar het geboortehuis van Duifje de Rai. Puk en ik hebben Duifje ontmoet via namen en nummers. Een project van Stichting Verhalis, waarbij oorlogsslachtoffers uit de anonimiteit worden gehaald. Door op zoek te gaan naar hun levensverhaal en voor hen iets tastbaars te maken. Een bordje met hun naam erop. Om op die manier iemand te adopteren. Dan maak je een keuze uit een lange lijst van mannen, vrouwen en kinderen en dat is niet eenvoudig. Want kiezen voor de één betekent ook meteen dat al die andere mensen afvallen. Dus hebben Puk en ik ons maar een beetje laten leiden door ons gevoel, maar ook door de bijzondere voornaam van Duifje. En doordat haar geboorteplaats en haar leeftijd overeenkomen met die van Puk nu. Er hangt wel een geslaagd vlag. Ja, maar we moeten nog iets verder zijn. Maar hier staat 52 af. Oh, serieus? Ja, daar is 54, 52. Op weg naar het huis aan de Koningsweg bespreken Puk en ik wat we tot nu toe online hebben gevonden. Want tot onze grote verrassing troffen we al vrij makkelijk een foto via de site Europeana. Ja, dit is waar de foto is, inderdaad. En niet zomaar een foto, maar de verlovingsfoto van Duifje en haar aanstaande Levi. Gemaakt in 1941, voor de deur aan de Koningsweg, waar Puk en ik nu ook staan. Voordat we aanbellen, pakken we zelf die foto er nog even bij. Achter de groep mensen, in het midden van de foto, zie je twee voordeuren, pal naast elkaar, nummer 52 en nummer 54. Straks kijken we nog wat beter naar die opname van 81 jaar geleden, maar wat nu het meeste opvalt, is dat op die zwart-witte verlovingsfoto links een zwarte herenfiets staat. En ook nu we bijna aanbellen, staat er een fiets, een zwarte herenfiets. Alsof er niet meer dan 80 jaar tussen zit. Oké, ik vind het spannend. Denk ik ook. Ja. Hallo. Hi. Mag je heel even storen? Zeker. Ik ben Marlo Nielsen en ik werk hier op de Citadel bij het Brabants Historisch Informatiecentrum. Ja. Dit is Puk Smits en zij helpt mij bij het maken van een podcast. En wij maken een podcast over iemand die hier heeft gewoond en die is weggevoerd in de oorlog. Ja. Duifje de Rai. Ik dacht ook dat hier een struikelsteen zou zijn. Ja, er liggen hier voor struikelsteentjes, net rechts om het hoekje. Oh, oké. Oh, we hebben die daar. Oh ja. Wij proberen te in beeld te brengen hoe haar leven moet zijn geweest. Ja, ik weet niet hoe ik zelf zou reageren als er op een zonnige dinsdagochtend twee onbekenden voor de deur staan die vragen of ze even mogen binnenkomen. Maar Rick, die hier samen met zijn vrouw en kinderen woont, luistert aandachtig waarmee we bezig zijn. En zet dan direct zijn deur gastvrij open. Hi, Puk. Rick. Dank je. Dat is heel grappig, want ik heb een dochter die heet Puk. Vol medewerking en belangstelling voor Duifje de Rai. De vrouw die geen van ons kent. Of nog niet kent dan. En als we binnenstappen, begrijpen we ook pas hoe dat huis met die twee voordeuren in elkaar zit. De linker gaat naar het bovenhuis en de rechter naar het huis beneden. Ja, dat klinkt eenvoudig, maar dat maakt de indeling van die woning best ingewikkeld. Met veel trappen en hoeken en deuren. Wij hebben de bovenwoning en die loopt zeg maar tot in de keuken waar je net woont. Ja. Maar het achterhuis, wat hier achter zit, ja, dat hoort bij de benedenwoning. Het achterhuis. Ik moet even slikken als Rick dat zegt. We beginnen met een lange, steile trap naar boven. De treden van de trap zijn niet helemaal recht en licht uitgesleten, zoals dat hoort bij een oud huis. Omdat hier al zoveel mensen voor ons naar boven zijn gegaan. Ja, hier liggen ook de stappen van Duifje. En die van haar vader, haar moeder en haar zusje.
Inmiddels is het huis prachtig gemoderniseerd. Maar de originele deuren en suite zitten nog in de woonkamer. Het is gek om hier te staan. Het idee dat Duifje hier met haar ouders heeft gewoond, haar eerste stapjes heeft gezet, hier heeft gelachen en soms boos met de deuren heeft geslagen. Alles moet voor haar zo vanzelfsprekend zijn geweest. De trap, de erker in de woonkamer, het uitzicht op straat. Alles is zo gewoon, ja, zoals een ouderlijk huis dat voor iedereen is. Het ongewone zit in het feit dat dit, alles wat zo vertrouwd is, je zomaar kan worden ontnomen. Die tijd al, dat het een, ja. Is natuurlijk een van de betere wijken, ja. Van origine van Den Bosch. Ja, ja. Dit huis dat zo vertrouwd is, is tegelijkertijd ook zo bijzonder. Dat blijkt ook wel uit de woorden van Rick. Want ja, er liggen wel struikelstenen voor in de trottoir. Die vierkante messing gedenktekens die de slachtoffers van het nazi-bewind herdenken. Maar die liggen hier, ja, best verscholen. Puk en ik liepen er aanvankelijk ook zelf aan voorbij. Het bijzondere is dan ook dat het niet de struikelstenen zijn die Rick aan het denken hebben gezet. Nee, dat was het huis zelf. Recht wel eens van die ideeën gehad van, nou, in de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk ideaal ergens om ook een soort van schuilplek te hebben. Ja. Ook de Duitsers zouden niet snel hebben geweten waarschijnlijk hoe die constructies allemaal lopen. Ja, dat is waar. Ze dus hebben gedacht hoe het moet zijn geweest. Ja, dan zit je wel eens buiten en denk je van, oh ja, vanwege die rare constructie. Ja, ja. En ik heb altijd gedacht van, oh ja, ik ga hem eens opzoeken. Is de telefoonpodcast weer alles? Ja. En dat maakt deze plek ook zo speciaal. De geschiedenis is hier bijna tastbaar. En terwijl Rick ons verder rondleidt, zie ik Puk rondkijken en even het handvat van de deur vasthouden. Ja, Puk en ik lijken veel op elkaar. En het zou me niet verbazen als zij zich nu ook voorstelt hoe Duifje hier moet hebben gestaan. Hoewel er van alles is veranderd in het huis, voelt het toch alsof het eerste lijntje naar Duifje is uitgegooid. Alsof we iets dichterbij komen. Met hulp van Rick. Deze dames zijn van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Ja. Die zijn een podcast aan het maken over een van de oud-bewoners. Vertelt ook buurman Ed van nummer 54 wat hij nog weet van het huis en van de oorlog. Toen ik het plafond eruit gebroken heb. En vervangen heb door een ander plafond, wat nou inmiddels ook weg is. Maar toen heb ik een handgranaat gevonden en musketten en wat munitie. Zo. Dus daar hebben dus mensen waarschijnlijk een tijdje gebivakkeerd. Ja, ja. Jeetje. Wat dacht u toen u dat vond? Ik bedoel, ik vind die dagelijks een handgranaat. Nee, hij zit nog ergens in zijn kast liggen. Ja. Een beetje koelbloedig ben ik de trap afgelopen, heb ik hem hier in de voortuin neergelegd. Ja. En de EOD gewaarschuwd. Ja. En die heeft hem tot ontploffing gebracht. Ah ja. Ja, 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 ja. Heb je daar nog van? Want jij hebt best wel wat krantenknipsels. Ja, we hebben toen best wel wat naar de stort gebracht. Mm-hmm. Maar heb je daar nog wat materiaal van? Nee. Nog niet zo heel lang geleden hielp Rick zijn buurman met het opruimen van het huis. En ja, wie weet wat er toen nog allemaal naar de stort is gegaan. We bedanken Rick en Ed voor hun hulp en zetten weer koers naar de Citadel. En daarbij komen we eerst langs de L.W. Beekmanschool, die bijna pal achter het ouderlijk huis van Duifje blijkt te liggen. Begin vorige eeuw heette het dan nog de Nutsschool. En daar gingen veel kinderen uit Joodse gezinnen naartoe, omdat het geen katholieke school was. Zou Duifje een van die kinderen zijn geweest? En zouden we daar dan meer over haar te weten kunnen komen? Misschien biedt dat een opening. Op dit moment is er niet iemand op school die ons verder kan helpen, maar ze komen er nog op terug.
Maar we zijn nog maar net terug op de citadel als blijkt dat Rick, de bewoner van het huis aan de Koningsweg, alweer heeft gebeld. Hij heeft mogelijk waardevolle informatie. Wat blijkt? Nadat Puk en ik zijn vertrokken, heeft Rick nog verder gesproken met zijn buurman. En die buurman kent iemand die ook onderzoek doet naar Joodse bewoners. Ook naar Duifje. Onze Duifje. Is er al iemand bezig met een onderzoek? En wie is dat dan? Al snel vinden we haar naam. Sis van Heertum. Sis van Heertum. Dag, u spreekt met Marie-Lou Nillissen van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Dag. En ja, Sis doet onderzoek naar iemand die ook aan de Koningsweg heeft gewoond. Niet Duifje, maar... Haar vader, Godschoterij, herdacht. Ja. Ik ben nu bij een vriendin en we zijn aan het werk. Kan ik bijvoorbeeld op donderdag terugbellen of heeft het... Ja hoor. Nee hoor, geen enkel... Dat wordt dus iets voor later. Maar terwijl we zo op zoek zijn, stuiten we online op heel iets anders. Dorry M. Bendik draai, geboren 21-5-1920. Hé, hey, wanneer was zij jarig? Wil jij dat zo over? 21 mei. Ja. Dus? Oh, was ze een tweeling? Of is dit een ander jaartal? Nee. Nee, het is een goede jaartal. Ja. Nee, ik denk dat zij dus... Of... Anders wordt genoemd. Oh, ja. Zal haar geboortenaam zijn, maar dan is waarschijnlijk haar roepnaam... Dolly. Ja. Duifje blijkt in het dagelijks leven Dolly te worden genoemd. Oké, Dolly draai dan. Inmiddels hebben we verschillende lijntjes uitgegooid naar mensen die mogelijk meer kunnen vertellen over onze Dolly. Te beginnen bij iemand die lang directeur is geweest van de LW Beekmanschool. Joop van Dijk. En Joop van Dijk is nauw betrokken bij de herdenking van Joodse leerlingen die tijdens de oorlog zijn weggevoerd. Dat is na de schoolperiode van Dolly, ja, maar misschien is er nog iets bewaard gebleven dat aan haar herinnert? Voor de oorlog zat er een stevige hoeveelheid Joodse kinderen op school, omdat het de enige, niet helemaal, maar laat ik zeggen, de enige niet-katholieke school in de stad was. Veel van die Joodse ouders woonden ook in de binnenstad, zelfs rondom de school behoorlijk wat, maar ook elders in de stad. Meteen na de bezetting is een deel van de school is geconfiskeerd door de ortscommandantuur. Zat namelijk beneden was basisschool, lagere school heette dat toen nog. En boven zat de MULO. En de MULO is weggegaan. En daar is na een jaar geloof ik de ortscommandantuur in terechtgekomen. Dus beneden werd lesgegeven en boven zat de Duitse overheerser. Wat een raar idee. Er bestaat een hele enge foto. Hij wordt nu voor die herdenking weer geretoucheerd. Opgeblazen moet ik zeggen, tot groot formaat. Daar staat spelen hele lieve kindertjes op een schoolplein. Op het schoolplein en daarboven hangt de nazi-vlag te wapperen. Ja. Dat is een heel vreemde combinatie. En daar komt bij dat voor de oorlog, daar moet ik echt eerlijk bij zeggen, het bestuur van de nutscholen, of liever gezegd van één nutschool, dat was er maar één, die waren Deutsch-friendly. Dat wil zeggen, er werd gezegd dat we mee moesten werken met alle maatregelen. Dus. Maar de vraag die natuurlijk op mijn lippen brandt, is er nog iets van of over Duifje Draai terug te vinden van haar tijd op deze school? Voor zover mij bekend, ik had geen archief, dat was al weg. Ja. Dat heeft volgens mij eerst 30 jaar op zolder liggen te verschimmelen. En daarna is het gewoon opgeschept en weggegooid. Het nut was niet sterk in archiveren. Nee. Moet ik zeggen, om niet te zeggen heel slecht. Ja, dat is heel vervelend, ja. Heel jammer. Want dat komt nooit meer terug, hè. Dat, nee. De kans dat we iets terugvinden van Duifje, onze Dolly, uit haar lagere schooltijd lijkt verkeken. Dus pakken we het eerste tastbare teken dat we van haar hebben er nog eens bij. Haar verlovingsfoto, als ze 21 is. We zien een groep van 15 mensen, eigenlijk allemaal jonge mannen en vrouwen. De vrouwen in lange jurken en nette sandaaltjes,
De mannen allemaal in het pak, met stropdas. Helemaal vooraan staan Dolly en haar aanstaande Levi, iets door hun knieën gebogen om zo ruimte te geven aan de rest van het gezelschap. Mooie ogen. Ja. Grote ogen. Ze lacht. Ja. Hij ook. Ja. Echt grote oren. Ja. Ze staan een beetje gek. Ja. Gewoon omdat die achterste mensen, het zijn best wel veel mensen, die achterste mensen moesten er denk ik ook op. En zij buigt helemaal en ze houdt de rok vast. Ja, ze zit er half op de knie. Ja. Wat heeft ze om? Een armbandje denk ik. Hè? Ja. Armbandje. Iets van parels lijkt het. En gouden of zilveren schoenen, glanzende schoenen. Ja, echt wel feest hè? Ja, het is wel feestelijk. Maar het is niet echt een bruidsje. Nee. Ik zie geen ouders, denk ik. Het zijn allemaal vrij jonge mensen. En een jaar later trouwt Dolly met Levi. De heer en mevrouw LPH Bendik de Raai zeggen uitsluitend langs deze weg hartelijk dank voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Het is maar een klein, bijna formeel berichtje uit het Joods Weekblad, 31 juli 1942. Maar het zijn wel de woorden van Levi en Duifje zelf. Puk en ik duiken dieper in de archieven en stuiten op de site van Regionaal Archief Rivierenland in het bevolkingsregister van Zaltbommel op de naam van Dolly. Ja, uiteraard op haar wettelijke naam Duifje vinden we een gezinskaart waarop persoonsgegevens worden bijgehouden. En dat archiefstuk blijkt een nieuw puzzelstukje van Dolly's verleden. Want het vertelt ons dat Dolly voor korte tijd haar woonhuis aan de Koningsweg in Den Bosch heeft verlaten, nog voor haar trouwen, 2 maanden na de inval van de Duitsers in Nederland. Van 22 juli tot 16 december 1940 woont Dolly aan de Bosstraat 12 in Zaltbommel, een monumentaal pand aan de rand van het centrum op steenworp afstand van de Waal. En op die kaart staat ook haar beroep, telefoniste. Ja, na de reden van deze korte uitstap blijft het gissen. Via Delver, het online krantenarchief, probeer ik te achterhalen of er in die tijd misschien ook telefonistes worden gevraagd door een bedrijf in Zaltbommel. Maar hoe ik er ook probeer, ik krijg het niet gevonden. Maar zoals wel vaker, als je eenmaal in Delver duikt, vinden we wel iets anders. Iets dat ons meer leert over de familie aan de Koningsweg. Even kijken. Heden overleed te Schravenhagen na een kortstandig lijden tot onze diepe droefheid. Onze geliefde vader, behuwd en grootvader, de heer E.A. de Rij. In een ouderdom van bijna 88 jaar. Gerrit de Rij, Annie de Rij, Leviticus, Dolly de Rij, Mary de Rij. Niet alleen Dolly, die officieel Duifje heet, maar ook haar vader, haar moeder en haar zusje gebruiken in het dagelijks leven andere namen. En zo wordt vader Godschalk nu Gerrit, moeder Mariana wordt Annie en zusje Marianne Mary. En iets verderop zie ik dat Levi, de man van Dolly, Leo wordt genoemd. Hoe zit dat dan? Wat is daar nou van de reden? Om antwoord te krijgen op die vraag ga ik naar mijn collega Frank van Doren. Frank doet onderzoek naar de Jodenvervolging in Noord-Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hierdoor weet hij als geen ander de weg in deze archieven en weet hij ook meer over de context. Je zag het wel eens bij Joden die een Joodse achtergrond probeerden te verbloemen. Die gebruikten dan bijvoorbeeld een wat neutraler klinkende voornaam. Levi is een heel typisch, typisch Joodse naam is het. En door er Leo van te maken, of het was een roepnaam die hem gewoon was gegeven. Dat kan ook, hoeft op zich zoiets niet erachter te zitten. Maar het zou kunnen, het gebeurde. Ja, dat soort dingen gebeurden. Ja. Ja. Dus je komt van alles tegen zo als je zo aan het zoeken bent. Ja. Vooral dit soort toch van die nuances die je dus kunt vinden over iemand.
Je gaat er meteen ook over nadenken van hoe zo iemand in het leven stond en waar zo iemand tegenaan komt. Vanuit zo'n afwijkende voornaam alleen al, daar ga je al meteen een beeld bij voorstellen. Ja, ja. En zo klaar ik het gevaar ook dat je dingen gaat interpreteren die er niet zijn. Dus. Imagine all the people living for today. Wijze raad van Frank. Niet te veel invullen, niet te veel voorstellen hoe mensen moeten zijn geweest. Dus gaan we op zoek naar meer houvast en nemen contact op met degene die zich heeft verdiept in het leven van vader Godschalk, roepnaam Gerrit. Ik bel met Sis van Heertum. Sis van Heertum. Dag, u spreekt met Marie-Lou Nillissen van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Dag. Goedemorgen, ja, we zouden weer bellen vandaag. Ik kende de bovenwoning goed en toen zag ik dat de familie de Rij, Godschalk en zijn dochtertje Duifje slachtoffer zijn geworden van de Shoah. Ja. En die wilde ik daarom herdenken. Ja, en hoe heeft u dat aangepakt? Nou, Godschalk, ik ga eerst zoeken in de archieven die al door de stichting namen en nummers zijn verstrekt, zoals oorlogsbronnen. Wie was wie is ook een hele goede bron. En in de beeldbank van het stadsarchief heet nu Erfgoed Zuid-Holland-Bos. Ja. En ook als servant op, zo heb ik de Rij met Y gevonden. Dat zijn jongste dochter Marianna. Zij heeft de oorlog overleefd samen met haar moeder en tante. Ja. Ja. Dus Godschalk is ten prooi gevallen en dat verhaal is zo. Ja, het is, alle verhalen zijn aangrijpend. De familie is uiteengevallen. Het huis is geïnventariseerd door de Einsatzstab Rosenberg. Ja, het leven is uit elkaar getrokken nog voordat ze zijn vermoord. Dus dat is. Alles is heel aangrijpend. Ja, snap ik. Ja, ja. En Sis weet niet alleen veel van de familie, ze heeft ook nog twee foto's van Dolly. Hierop is ze iets jonger en samen met haar zus is ze bruidsmeisje. Ik zie een wat verlegen meisje van 17 jaar met een ontwapenende lach. De foto is gemaakt tijdens het huwelijksfeest van Isaac Stranders en Jeanette Moses in 1937 in Os. 3 jaar voor de Duitse inval. Hoe vaak zou er tijdens die bruiloft al gesproken zijn over de gespannen tijden? Of de mogelijkheid van een oorlog? Ik weet haast wel zeker dat jij ze ook vaak ziet liggen. Struikelstenen op plaatsen waar je geregeld voorbij komt. Ook voordat ik bezig was met deze podcast liep ik nooit zomaar daaraan voorbij. En ik vroeg me altijd af hoe dat zou zijn. Wonen in een huis waarvan je denkt of vermoedt dat daar mensen fijn hebben geleefd, maar die daar op zo'n bruske manier zijn weggehaald. Voel je je dan, als bewoner van hun oude huis, verbonden met deze mensen? Hallo. Hallo, Marie-Lou Nillissen. Ja, ik zie het. Heeft hij hem extra opgepoetst? Of houdt hij me altijd nee, dat is bij? Nog van 4 mei. En dan 4 mei. Ja. Dan poetsen we altijd even extra op. Ja, Als dat voor iemand geldt, dan is dat wel Marga van de Ven. Want ik zei het al in het begin, onze zoektocht naar Duifje maakt deel uit van een groter geheel. Het project Namen en Nummers. En dat betekent dat nog veel meer mensen onderzoek doen naar levensverhalen achter die lijst met nummers. Want bij Marga ligt niet enkel een struikelsteen voor het huis. Ze heeft diegene ook bijna in huis gehaald. Alice van der Hoede. En zeker ook omdat ik nou een paar foto's van haar heb, denk ik. Als je dan aan haar denkt, dan zie je haar gewoon ook voor je. Het wordt steeds meer alsof je iemand kent dan. Ja, het is echt een beetje familie geworden. Iedereen heeft een eigen verhaal. Ook deze Alice van der Hoede, die Marga nu in haar hart heeft gesloten. Een bijzonder leven,
Die ongetrouwde juffrouw die vanuit Amsterdam naar Os komt, die als fotomodel reclame maakt voor biscuits met een navrante tekst: de beukelaars biscuits overwinnen altijd. Namen en nummers met een bordje. Namen en nummers en op de Holocaust monument in Amsterdam heb ik haar steen ook geadopteerd, zeg maar. Okay. Ja, als ik iets over haar hoor of ik voor haar kan doen, ja, dan is het wel mijn Alice, zeg maar. Ja. Want dan denk ik van ja, ze heeft nog wel een neef, maar ja, die heeft meerdere familieleden. Dan denk ik van nou, laat ik me dan maar over Alice ontfermen. Ja. Hoeveel tijd heeft u? Uren. Ja. Je duikt er dan in en dan, ja, je wilt steeds dieper graven. En dan kom je weer een documentje tegen en denk je, oh, dat werkt daar zo. En die ene foto is helemaal bijzonder, want die is gewoon hier gemaakt. Oh, serieus? Je ziet gewoon ons huis. Oh, echt waar? Oh, dat hadden we eens niet gezien. Ja. Oh, dus die is op deze, ja, waar we nu ongeveer zitten, daar. Ja, je ziet gewoon, ja, nou staat hier een serre voor, maar je ziet gewoon de hoek van het huis. Ja, dat is echt dit huis. Dat is eigenlijk ook wel. En die andere foto heb ik over zitten twijfelen. Ja. Maar die is aan die kant volgens mij ook wel hier gemaakt. Maar dat durf ik niet 100% te zeggen. En toen stond dat andere huis er nog. Dus ik denk dat ze allebei in deze tuin gemaakt zijn. Maar die ene weet ik gewoon 100% zeker. Ja. Krijg je ooit reacties van mensen die hier langskomen op die struikelsteen of niet? Nee, maar wel als ik dan, ik zet er de week voor de dodenherdenking, zet ik meestal een paal in de tuin en daar heb ik haar verhaal op staan met haar foto. Oh, echt waar? En dan doe ik ook een A4'tje bijhangen en dan vraag ik van, leg deze week een steen op haar gedenkplaatje. Want dat is een Joods gebruik. Hè? Iedereen die er langskomt en die zegt met die steen van ik ben er geweest of ik heb het gezien of wat dan ook. En ja, toen lagen er geloof ik een paar dagen later lagen er 16 steentjes. Dan zet ik een bakje met steentjes bij. Ja. En sommigen hadden er ook bloemetjes en zo opgelegd. Oh. Dus ja, dan merk je wel van, oh ja, ik denk dat 9 van de 10 mensen er overheen loopt zonder dat ze ooit die steen zien. Ja. Maar als je dan de aandacht trekt met een foto en een verhaaltje. En, wat mooi, doe je dat al lang? Ja, ik deed eigenlijk nooit de, hoe heet het, de dodenherdenking dacht ik eigenlijk niet zo aan. Maar wel op haar geboorte en haar sterfdag. Daar vond ik echt zo van, daar hou ik wel een beetje bij. Staat ook gewoon op mijn verjaardagskalender zo van, dan denk ik er ook aan. Deze podcast gaat niet alleen over Duifje of Dolly en niet over Alice. Deze podcast gaat over al die vrouwen, al die mannen en kinderen die hun gewone leven leiden. Zoals jij en ik, die naar school gingen of naar hun werk, die lief hadden en soms mopperden. Al dat alledaagse werd ze ontnomen en hun leven veranderde in een hel. Uiteindelijk heeft het me het meest geraakt toen ik dus las dat ze tegelijkertijd met haar zus vergast is. En zou ze al geweten hebben, want haar moeder was toen al overleden. En ik geloof haar broer ook. Ik denk van, hebben ze daar geweten van elkaar? En hebben ze elkaar nog gezien of gesproken? Of, dat maakt dan de meeste impact. Hoe is dat gelopen? En als je dan, vooral ook als je leest zo van, toen ze opgepakt werd, wordt er beschreven wat ze bij zich heeft. Hè? Dan staat er dan iets van 2,65 gulden en een koffer en een tas met SCH met inhoud en zo. Ja, daar krijg je dan de kriebels van. Ja. Van, oh jee, is ze met 1 koffer en 1 tas en 2,65 gulden. Als Marga dit vertelt, ben ik in gedachten bij Dolly. Hoe zouden haar laatste dagen zijn geweest? Ja, toeval of niet, op dat moment krijg ik een mailtje van Hanneke Zuiderduin van Erfgoed 's-Hertogenbosch, die ik eerder om advies had gevraagd. Ze stuurt het dagrapport van de politie van donderdag 29 oktober 1942. En op die dag wordt het lot over het leven van Duifje en haar man bepaald.
Met stijgende verbijstering lezen Puk en ik wat er in dat dagrapport staat opgetekend. Om 18 uur van die dag. Telefonisch bericht. Deelt de burgemeester van Buren en Herwijnen telefonisch mede dat door de marechaussee en gemeentepolitie in Buren zijn aangetroffen een jong Joods echtpaar dat kortelings getrouwd is en waarvan de vrouw is genaamd Duifje Marianne de Raay, geboren in 's-Hertogenbosch, 21 mei 1920. Afkomstig uit 's-Hertogenbosch, die zonder reisvergunning en met vervalste persoonsbewijzen al daar worden aangetroffen. Daar de heer burgemeester vroeg wat hij met deze zaak moest doen, is hem door de hoofdinspecteur aangeraden zich ter zake met de veiligheidspolitie in Gorinchem in verbinding te stellen. Wat hij zal doen. En dan gaat het politierapport gewoon verder. Om 18:30 wordt een dronken man naar het bureau gebracht, staat genoteerd. Alsof het telefoontje van een half uur eerder niet over twee mensenlevens gaat. Het zijn maar een paar ambtelijke zinnen uit het rapport, maar je ziet het toch zo voor je. Die twee opgejaagde jonge mensen, koffer in de hand, dwars door de velden lopen. Wat was hun plan? Lopend naar waar? Op de kaart lijkt de afstand tussen Den Bosch en Buren niet ver. Ja, maar lopend moeten ze er al gauw 8 of 9 uur over hebben gedaan. Omdat Dolly eerder in Zaltbommel heeft gewoond, vermoed ik dat ze daar dan ook de Waal zijn overgestoken. Met behulp van anderen? Of alleen? En dan weer verder lopen, tot ze stuiten op die controle. Zijn ze aanvankelijk opgelucht als het niet de Duitsers zijn die ze tegenhouden, maar dat het gewoon de Nederlandse gemeentepolitie is? Tien dagen na haar aanhouding, 3 maanden na haar jaar wordt haar Levi, wordt Duifje, onze Dolly, in Auschwitz vermoord. Het betekent het einde van hun korte huwelijk. En nu we meer dan 80 jaar verder zijn, wordt er nog weinig gesproken over Dolly de Raay of over haar man Levi Bendik. Tot zondag 1 september van dit jaar. Want op deze warme dag komen er meer dan 100 mensen bij elkaar, bij ons op de Citadel in Den Bosch, om Dolly, Levi, Alice en al die andere Holocaust-slachtoffers te herdenken. Hun naam wordt genoemd. Het zangkoor dat je hier hoort, Projectkoor Brabant, zong op deze dag, tijdens die herdenking. Een bijzondere dag. In het volgende deel hoor je daar nog veel meer over. Want door het terugbrengen van de slachtoffers naar Brabant werden het steeds meer personen. Mensen die je zo zou kunnen tegenkomen of die bij je in de straat zouden kunnen wonen. En dat gevoel wordt nog sterker als ik via Jan van de Ven, vrijwilliger bij Kamp Vught, in contact kom met Ton de Klein en René Kok. Zij zijn bezig met de publicatie van een boek met alle beschikbare informatie over de Bosse Joodse slachtoffers, voor wie zij struikelsteen hebben gelegd in de afgelopen 5 jaar. Dan is er dus opeens iemand, een overlevende, die de situatie van toen heel helder en concreet kan maken voor ons. En dat zijn natuurlijk... het klinkt een beetje raar, maar er zijn wel pareltjes in het onderzoek. Zeker. En als iemand iets zou kunnen vertellen over Duifje, dan is het natuurlijk haar eigen zus. Ja, zeker. Maar of ze op dit moment dat nog kan, dat weet ik niet. Zou Mary, de zus van Duifje, echt nog in leven zijn? En wat had ze haar kunnen vinden? Wat zou zij allemaal wel niet over Duifje, onze Dolly, kunnen vertellen? Of dat gaat lukken, hoor je in de volgende aflevering.
Je luisterde naar het eerste deel van Een jaarwoord voor drie maanden. Een productie van het Brabants Historisch Informatiecentrum. In de show notes vind je meer informatie en een verwijzing naar foto's van Dolly de Rai. En ben je nou benieuwd hoe dit verhaal verder gaat? Het tweede en laatste deel staat al voor je klaar, dus je kunt meteen verder. En dan bedank ik ondertussen nog iedereen die zo spontaan heeft meegewerkt aan deze podcast en de deuren opende om op zoek te gaan naar het verhaal van Duifje de Rai, die we allemaal al heel snel onze Dolly gingen noemen. Dus oprecht dank aan Rick, Sis, Ed, Ton, René, Hanneke en Marga. En ja, deze aflevering kan niet tot stand komen zonder de steun van collega's Anton, Nienke, Mathilde en Margot. Marvin voor alle technische rampscenario's en vergeet ook niet de rode pen van Christian. Tot slot nog een tip. Heb je een nichtje, buurmeisje, dochter van 20 of ben je zelf van die leeftijd? Ga op onderzoek in onze archieven, want het was echt van toegevoegde waarde om dat samen met Puk te doen. Hopelijk heb jij dat als luisteraar ook zo ervaren. Laat het ons weten via podcast@bhic.nl. En oh ja, abonneer je nu op het Geheugen van Brabant. Want dan staan die nieuwe afleveringen vanzelf in jouw podcast-app.